Right. So, as ons kom by bywoorde, dan verstaan ons allemaal nou dat een bywoord van tyd is wanneer iets gebeur, een bywoord van plek is waar dit gebeur, en die ander ene, bywoord is wat? Bywoord van wyse. En een bywoord van wyse sê vir ons dat die manier hoe dit gebeur, ne, dit is die bywoord van wyse, dit is die manier hoe dinge gebeur, ne? Bijvoorbeeld, as iets aanhoudend gebeur, aan mekaar gebeur, as het nooit gebeur, ne? Dit is die manier, dit is die bywoord van wyse, en dan bywoord van tyd, dit is hier by die blauw gedeelte, dit is die bywoord van tyd, dit is die plek, dit het ons dit te doen met of het nou in die nacht is, of het in die dag is, of het morgen is, of het oormorgen is, dit is die tyd wat gekoppel is, ne? Dit hoef nie noodwendig te wees, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, maar dit kan ook, dit kan ook tye wees soos vanaand, morgen, wat ook al. Bywoord van plek, baie makkelijk, wat, waar dit gebeur, kan in die dorp wees, kan in die klas wees, kan ook in die toilet wees. Hekies, het ons om, so daar is die bywoorde, en nou gaan ons aangaan met die activiteit.